Welkom allemaal. Vandaag gaan we het naamwoordelijk gezegde leren. Je hebt altijd een werkwoordelijk gezegde en een naamwoordelijk gezegde. Als je niet meer weet wat het werkwoordelijk gezegde is, kun je dat hier vinden. Naamwoordelijk gezegde bestaat altijd uit een aantal dingen. Eén deel is een koppelwerkwoord. De koppelwerkwoorden die er zijn, zijn worden, heten, schijnen, blijven, blijken, lijken, dunken en voorkomen. Daarnaast bestaat het naamwoordelijk gezegde uit een naamwoordelijk deel. Het naamwoordelijk deel, dat zegt iets over het onderwerp. Het is bijvoorbeeld een kenmerk of een eigenschap van het onderwerp. Vaak is dit een bijvoeglijk of een zelfstandig naamwoord. Ik ga jullie vertellen hoe je het naamwoordelijk gezegde kunt vinden. Als eerst zoek je de persoonsvorm, daarna het onderwerp en daarna zoek je het naamwoordelijk gezegde. We gaan kijken bij de voorbeeldzinnen. Als eerste zoeken we de persoonsvorm. In de eerste zin, Alex is meester. De persoonsvorm is. Daarna het onderwerp in deze zin is Alex. Gaan we kijken naar het naamwoordelijk gezegde. Dat bestaat uit een koppelwerkwoord. In dit geval is het koppelwerkwoord is, komt van zijn. En het deel meester, want meester zegt iets over Alex. Dus het naamwoordelijk gezegde is in deze zin, is meester. Gaan we naar de tweede zin kijken. De persoonsvorm is werd. En het onderwerp in deze zin is het. Het naamwoordelijk gezegde is het koppelwerkwoord, worden. Dat is werd. En een groot succes zegt iets over het. Dus werd een groot succes is in deze zin het naamwoordelijk gezegde. Gaan we naar de laatste zin kijken. Hier is de persoonsvorm blijft. Het onderwerp in de zin is de minister. Gaan we kijken. Blijft is een koppelwerkwoord. Blijven. En een vriendelijke man zegt iets over de minister. Dus in deze zin is het naamwoordelijk gezegde blijft een vriendelijke man.